Don't record my video. We will. Don't record my video. I'm telling you. We will film. We hebben zojuist een groep oplichters ontmaskerd die wekelijks toeristen besteelt van duizenden euro's. You stole 4000 euros from them. 4000. What is your problem? My problem is. Sir, no. Don't is your problem? Maar de politie lijkt hun kant wel te kiezen. They film us too, sir. Espera un momento, hombre. Tranquilo. Ik ben Kees van der Spek en dit is Oplichters in het Buitenland. Gewapend met een volle portemonnee en een verborgen camera, reis ik als gewone vakantieganger met mijn team de wereld rond. Op zoek naar oplichters die het voorzien hebben op het geld van de argeloze toerist. Nee. The problem is for you. Are you a journalist? And you're really with the police? Hey! You stole 4,000 euros from them. 20? Hey, Zino. Hey, look at you, what a man! Vandaag zijn we op Gran Canaria. Een zonzekere bestemming waar vele duizenden Nederlanders hun vakantie doorbrengen. En vooral in de winter trekken met name oudere mensen naar dit warme eiland. Op het beroemde Playa del Inglés ontvluchten zij massaal het gure, donkere weer in Nederland om er in alle rust te genieten van een sangria, het strand en een dansje op het Centrale Plein. Maar het zijn juist deze ouderen op wie geloerd wordt door een omvangrijke groep oplichters. Bij iedere strandopgang worden ze opgewacht door opdringerige timeshare-verkopers met kraskaartjes. En nog veel erger, op Gran Canaria huist een bende die de hele dag niets anders doet dan oudere toeristen misleiden met de verkoop van tabletcomputers. Voor je er erg in hebt, is je hele bankrekening geplunderd. Oplichting met elektronica. Dat klinkt misschien een beetje saai en afgezaagd. Maar wat hier op de Canarische eilanden gaande is, dat overtreft zelfs onze stoutste verwachtingen. En wij zijn toch al iets gewend. Ik durf zelfs te stellen dat wij in de 4 jaren oplichters in het buitenland het nog niet zo erg en zo heftig hebben meegemaakt. Om tussen alle Nederlandse toeristen hier een beetje onopgemerkt ons werk te kunnen doen, draag ik een zonnebril en een petje en doe ik mijn haar in een staartje. Omdat wij de exacte manier van oplichten op dit moment ook nog niet precies snappen, gaan we op de Bonnefoy maar eens zo argeloos mogelijk iets aanschaffen in dit winkeltje in Puerto de Mogán. Een leuk kustplaatsje waar heel veel toeristen komen. Good morning, sir. Good morning, sir. This is a good one, I think. How much can I see it? You're looking for a video camera, sir. Yeah, but this one is only 110. 110. Can I see the shot? Sure. The charger comes extra. Yeah, how much is it? Charger, I don't know, 25 euro charger, JVC charger. The HDMI cable, the USB cable, it's all extra. How much? 230. 230 euros, everything included. But it's funny that the camera is cheaper than all the cables. 110 euro leek natuurlijk een koopje, maar voor een paar kabeltjes en een oplader zit ik nu al op meer dan het dubbele. En de verkoper is nog niet klaar met de bijkomende kosten. Just one thing I recommend you, a memory card. Yeah. And the thing is, this is work with antivirus. When you connect with the Wi-Fi system, you have internet. It's a satellite hard disk. Works with the satellite. If you have some problem, the buzzer will go in the police station and the police will come in 20 minutes. They really do this? Yeah. Wist jij dat? Nooit van gehoord. Wat een simpel geheugenkaartje allemaal niet kan tegenwoordig. Het is dan ook geen goedkoop geheugenkaartje. 175, but I can make you 160 for 32 gig, not 60. Een 32 gig kaartje met bijna magische mogelijkheden voor 160 euro. In totaal reken ik nu 390 euro af voor het hele pakketje.
Op deze handgeschreven bon staat het nog eens keurig op een rijtje. Yes. Ik heb sterk het gevoel dat ik ben opgelicht door de gladde verkoper. Maar ik heb ook het gevoel dat hij meer met me van plan was, maar aarzelde. 20 minuten rijden verderop in Playa del Ingles wandel ik een gerenommeerde elektronicazaak in. What do you think? This? 150 euro. And this together, how much? 150. 150? Yeah. All together? Yeah. How much you pay? 390. But how is possible, sir? I don't know. But why you buy? So I go back, ask my money back. Nobody give you money back. Why not? Rico. No? You try, you waste your time. Yeah? Details. Yeah, Puerto Rico, this Puerto Rico, Puerto Morgan, this all Puerto Rico. When you come here, Gran Canaria, even your hotel also recommend, don't buy Puerto Rico Morgan, then why people buy? We didn't know. Many hotels recommend never buy Puerto Rico and Morgan. So it's double price, we are scammed. Double, triple? Yeah, no, not double, triple. Triple price. Triple price. Triple price. Okay. I film you, you tell me I'm scammed, I go back and show him the movie. No. You can check internet. Yeah. Internet give you everything price. So normal price, this is? 150 everything. Yes. 150. This always include. So we're triple scammed, yeah. Shit. Een JVC is dit. Wat kost die? Dit is hem. Nooit meer leefbaar. De camera is een sterk verouderd type. En de snoertjes, waar ik samen 120 euro voor neertelde, zijn met elkaar nog geen twee tientjes waard. Ten slotte de flashcard, waar 160 euro voor werd gerekend. Dit is een micro SD-kaart van 32 gig van een onbekend merk, wat je niet op internet vindt. Maar vergelijkbaar, waarschijnlijk beter, is dit bekendere merk, ook 32 gig. Dat kost een tientje. Niet zo gek dat er in de resort voor gewaarschuwd wordt. De verkoper van gisteren is er niet. En het nu aanwezige personeel is allerminst gecharmeerd van een ontevreden klant. I want my money back. I will block your camera. Huh? I will block your camera. What? I will block your camera. No. Why? Yeah, don't do any scandal. Listen. If you do anything, I call police. Well, listen. He is... Call the police and we can talk to the police. I warn you, don't do scandal here, anything, okay? Yes. If you record, you in a trouble. If you give me my money back, it's finished. It's okay. The scan disc, $9.95. He told me it's 160 euros. He told us that this, all together, and the flash card, is 280 euros. This is only 4 euros. So that's why we are angry. He's a liar. It's true. It's a problem for me as well, I know. But okay. It's a problem for me. Example, you are the first. The second come, third come, then it's a problem for me as well. You agree it's way too expensive. Okay. You agree. That's why I give you money back. Okay. No, I wanted cash. Then you give me money back. Cash. No, gentlemen, it's always like this. Cash. Pay money back. My friend, you cash. Do. Cash. Yeah, you pay with the visa, so I give you. You give me friend. Cash back. Yeah, I give you cash and finish. Okay. Okay. 1, 2, 3, 15, 19. Dat ging wel heel erg makkelijk. De mannen van de shopperstop wilden duidelijk geen gedoe en kozen direct eieren voor hun geld. We kunnen ons niet voorstellen dat we de enige slachtoffers zijn in de winkeltjes van Puerto Rico en Puerto de Morgan. Ik ga daarom maar eens googlen op shopperstop. En het is al snel.